Dus we starten op dit moment kort bij het bos in Lonaken. In Rekem, om precies te zijn, dat is het Nationaal Park Hoge Kempen. We vertrekken nu richting de Kolruit in Lonaken. Die daar nog open zijn, dus ja. Eens kijken. Dit is een beetje om te oefenen op mijn video editing skills. Deze baan mag je maar 70 km per uur rijden. Heel veel mensen rijden hier 90. Ik heb gewoon 70 blijven rijden, zoals we hebben toegelaten. Nu, het is hier een heel prachtig gebied. Hier steken dus ook regelmatig dieren over. Dus ik wil het je tot de maximum zijn op 70 staan. Dus nice is het zeker aan te raden om je grootlicht aan te zetten hier, want je ziet bijna niks anders. Hier liggen, niet gezien. Er zijn nog een aantal plekken zoals hier waar voetgangers oversteken. Natuurlijk, s'nachts merk je daar natuurlijk niks van. Dus dan rij ik wat 70 door, maar overdag zou ik nog 50 rijden. Deze baan is eigenlijk nog redelijk goed in de rouw over de zee dat het buis weg is. Hier en daar nog een paar putjes en natuurlijk niet overal verlicht, maar dat hoeft dan ook niet. Het is een goede brede weg, nee, in het bos toch. Zelfs gaan we zien dat de weg niet zo breed meer is, maar daar is met reden de maximumsnelheid 50. Gezegd, maar het is een prachtig bos. Helaas dat ik s'nachts niks ervan kan tonen. Ik heb mijn licht niet bij. Nu zijn we dus op weg naar de Kolruit. Dan ga ik nog wat uithalen. Ik ga het natuurlijk uitknippen. Eens voorbij de Kolruit gaan we richting Oosterbils. Zijde ga je zelfs gesticht van, nee, ziekenhuis, nee, psychiatrische instelling van Rekem zien. En aan de rechtse zijde, ik vind het wel een beetje creepy, maar aan de rechtse zijde is de oude begraafplaats van wat vroeger inderdaad het gesticht werd. Dus ja, een beetje creepy. Hier rechts is trouwens de, ja, in de volksmond de dikke nekkenwijk genoemd. Daar zijn de rijke mensen met villa's. En dat is villa na villa na villa na villa. Staat en hier met de fietsers in de rijbaan. Het is een levensgevaarlijke weg, puur en alleen omdat auto's hier geen 50 rijden en omdat fietsers de rijbaan op moeten. Zeker overdag is het niet fijn.
befaamde Rijksweg. Daar had ik voor in kunnen gaan. Ach ja. Buitenlandse nummerplaat te zien in deze coronatijden, eerlijk gezegd. Deze weg is een befaamde weg. Ik heb al gehoord dat deze levensgevaarlijk wordt genoemd. En ik begrijp waarom. Nu, op plekken zoals deze waar het eenmaal één is, valt het relatief mee. Maar het zijn vooral de stukken zoals in Maasmechelen waar het 2x2 is. En daar zitten de problemen dan vooral. Er is een reden waarom dat deze weg geen 90 is. En waarom dat die, als die vernieuwd wordt, eenmaal één is. Net uit de bebouwde kom van Reken, waar het trouwens 70 mag gereden worden. Volgens mij is de Jumbo nog open, maar te laat. Als ik nu nog zou remmen, is het niet veilig. Hier is de weg natuurlijk 2x2 terug. Die is direct het verschil tussen hoe mooi de weg daar was en hoe Belgisch de weg er hier uitziet. En op de huidige 90 keer de puur bijsteken. Minstens. Aanzien. Er staan wel een aantal vaste flitspalen op deze baan. En ze flitsen ook heel vaak op deze weg. Met de reden. Natuurlijk, de verkeerszijde van deze weg kan heel gemakkelijk door gewoon alles eenmaal één te maken, maar dat kost natuurlijk geld. File is en de
aan de winkels. En dit stuk is een fetish. Maar hier gaat dat naartoe.
daaraan, er is er nu ook een stukje, een klein stukje bijgekomen. Dus die gaan we, dat gaan we nu nemen, dus we hoeven niet te knoppen op. Ik vind dat ze iets te schuin hebben gemaakt, maar ja. Wanneer de bus zat, is het nog niet af te zien. Deze baan flitsen ze ook heel veel. Deze baan is, dat is de N2. Die loopt helemaal door tot in Brussel in principe. Wordt onderbroken in Leuven wel. Maar ja, het is heel goed dat ze hier flitsen. Want veel mensen rijden hier veel te snel. Het probleem van deze baan, wat ik ermee heb, is dat... 70-50 komt er eens. Doorheen de hele baan heb je dat. Voor mij weet is het nergens niet. Ik heb deze weg nog niet genomen in andere streken dan Limburg, zover ik weet. Deze baan heeft eigenlijk overal eenmaal één, denk ik. Dit gedeelte van de weg kom je regelmatig tractoren tegen. Dat is wel frustrerend. Maar voor de rest, de baan is in goede staat. Het is een fijne weg. Echt wel. Bilzen fietsen ze heel graag, maar in Lanaken ook op deze weg, eigenlijk op de hele weg. Op zich heb ik geen probleem met het fietsen op deze baan, maar wel een probleem met het feit dat het enkel in de bebouwde kom gebeurt. Want ik heb hier al per ongeluk rapper gereden als 50 en dan word je ook geflitst uiteindelijk. Dus ik heb er wel problemen mee dat ze flitsen op deze weg. Gewoon puur met het feit dat het er ook uitziet als een baan dat je ziet omhoog rijden. Ik begrijp heel goed dat buurtbewoners hier 50 willen op deze weg. Maar het is een steenweg en ik blijf er bij steenwegen. Ofwel houd je de snelheid op 70, ofwel houd je het op 50. Dat zijn wegen die mensen langere tijd nemen. En ik vind, net zoals op de straat, dat er één snelheid moet zijn. Nu, er zijn altijd uitzonderingen, bijvoorbeeld als het een gevaarlijk punt is of zo, natuurlijk dat je de snelheid dan verlaagt. Ik bedoel, bijvoorbeeld op de expressweg, de N80, van naast naar Sint-Truiden is dat ook. Daar is het 90 aan de lichten. Wat ik heel goed kan begrijpen. Maar gelijk hier, ofwel doe je dat heel stuk 50, wat we nu net hebben gedaan, ofwel heel stuk 70. Er is geen reden om een andere snelheid toe te passen hier. En er is ook geen reden om 70-50 te doen, zoals vaak in Pijler. Dat is dus mijn rand van de snelheid in België. Nu, hier links, ergens, kort tussen hier en de rotonde, gaan we een natuurgebied tegenkomen waar ik nog niet ben geweest. Ik denk dat hier ergens het zijn. Hier zijn we trouwens in Waldwilder. Dus we komen net van Moerpoeting. Hier is... Hier zijn heel veel velden,
hier heel veel in principe Aspergalla. Aspergalla bevat niet zoveel bobs in bereik met de rest van de beurs. En we zijn aan Hoelbeek. Dadelijk komen we bij de volgende bebouwde kom. Wel eens 80, 90 km per uur. Maar ja, natuurlijk is dat begrijpelijk. Want je zit hier op een ferme berg af. Wij weten Münster Pilsen zijn, dus wij staan rechtsaf. Er is eigenlijk een extra weg erbij is gekomen om de verkeersdoorstroom te verbeteren. Pilsen Centrum. Gevaarlijke
fietsers, omdat die deksels van het riool op het fietspad liggen, is het super glad tijdens regenval of sneeuwval. Is het levensgevaarlijk als fietser op de fiets op dat fietspad. Ik heb dat naar mijn weten nog niet meegemaakt. Ik denk dat het een van de weinige plekken is in Limburg waar het zo vaak is op de fiets zijn als hier. En dat is een nieuw fietspad, hè. Er zijn zeker gevaarlijke plekken verkeersgewijs, maar hier is de infrastructuur in de fout. Hier hadden ze nooit die putten mogen zetten. Als laatste, sorry dat ik het niet opneem met een OBS-software of met andere software waarmee ik mijn screen kan sharen. Als laatste wil ik gewoon even tonen, dit is mijn eerste video die ik zelf bewerkt heb. En dat is ook de reden waarom het zo abrupt stopt. Maar ik vond ook geen ander leuk einde, dus ik ga dit eraan vastmaken. Nu, het is mijn eerste project, dus natuurlijk dat het niet zo geweldig is. Maar ik hoop dat jullie het iets zonden. En ik weet niet of het openbaar komt ooit op mijn kanaal, maar toch ga ik het zeggen. Abonneer en like deze video.